Welkom bij deze eerste aflevering van De Medewerker. In deze aflevering kijken we wat de medewerker voor organisaties en vrijwilligers kan betekenen in de gemeente Ede. De Medewerker is het centrum voor vrijwillige inzet in Ede, waar vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk op elkaar wordt afgestemd. Met gemiddeld zo'n 300 vacatures in alle soorten van vrijwilligerswerk. Van werken in een dierasiel tot aan werkzaamheden in een museum, voor iedereen is er een leuke en nuttige vrijtijdsbesteding te vinden. Ilse van Donkelaar is de directeur van de stichting De Medewerker en zij kan ons goed vertellen wat De Medewerker precies is. Stichting De Medewerker is HET centrum voor vrijwillige inzet en informele zorg in Ede. Dus iedereen die actief is op het gebied van vrijwilligerswerk of informele zorg, die is onze partner. En dan kan je denken aan de individuen, dus mensen die vrijwilligerswerk doen of die mantelzorg verlenen. Maar ook aan organisaties daarin actief zijn. Dit is Stefanie Niese. Zij is coördinator van de vacature- en kwaliteitenbank van De Medewerker. Nou, de vacaturebank houdt in dat wij meer dan 300 vrijwilligersvacatures hebben in onze vacaturebank. Waar mensen op kunnen reageren, dus vrijwilligers op kunnen reageren. Er zijn vrijwilligersorganisaties die dan een vacature kunnen plaatsen voor een vrijwilligersbaan. En dan kunnen vrijwilligers daarop reageren op verschillende manieren. Ruim een derde van de bevolking van Ede doet aan vrijwilligerswerk. En dat is veel. Heel veel. En daar mogen we best als Ede trots op zijn. 38% van de bevolking doet vrijwilligerswerk. En als je dat vergelijkt met het landelijke gemiddelde, is dat 30%. Dus we doen hier in Ede 8% meer aan vrijwilligerswerk. En dat zijn heel veel mensen. Er zijn ongeveer 650 organisaties die op dit moment bij ons ingeschreven staan. En dan, ja, dat is heel divers. Dus je kunt denken aan een museum, aan allerlei verzorgingshuizen. Maar ook aan de Zonnebloem. Ja, heel divers eigenlijk. Scholen, buurtcentra. Dat soort organisaties. Dus allemaal organisaties die met vrijwilligers werken. Dus vrijwilligersorganisaties, stichtingen of verenigingen. Maar daarnaast ook professionele organisaties die met vrijwilligers werken. Als je als organisatie vrijwilligers zoekt, dan kun je natuurlijk zelf toch op zoek gaan naar deze mensen. Ja, maar we merken dat het toch prettig is voor die organisaties dat wij de verbinding zijn, de brug zijn. Tussen hen en de mensen die vrijwilligerswerk willen doen. En we geven bijvoorbeeld de mogelijkheid om vacatures te plaatsen. Maar daarnaast geven we ook advies aan zowel de organisaties van hoe plaats je nou een vacature, hoe maak je hem nou interessant voor mensen. En aan de andere kant ook aan vrijwilligers die graag zouden willen weten van hoe pakken we dat nou aan, wie bellen we nou op in zo'n vrijwilligersorganisaties, hoe bieden we onszelf aan, hoe zit het met vrijwilligersvergoeding. Dus al dat soort vragen die bij iedereen leeft eigenlijk, kunnen wij antwoord op geven. Ze hebben een heel ruim aanbod en we hebben dat ook ondergeplaatst in 53 rubrieken waar vacatures in geplaatst kunnen worden. En dan kun je denken aan het wandelen met bewoners van verzorgingshuizen tot aan een gastvrouw of gastheer bij een musea om daar een tentoonstelling te laten zien aan mensen, aan bezoekers van bijvoorbeeld een museum. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld een kinderhospice. En toevallig is dat nu ook een vacature die uitstaat van vrijwilligers die ze zoeken om kinderen, om een verpleegkundige te helpen bij bijvoorbeeld het verzorgen van kinderen in een kinderhospice. Om leuke activiteiten met die kinderen te doen. Je kunt denken aan een kinderbakclub bij een buurtcentrum. Je kunt denken aan een voetbaltrainer van een sportvereniging. Nou, het is dus voor een heel breed publiek. Dus je kunt heel veel tijd erin steken in een vrijwilligersklus. Maar je hoeft er ook helemaal niet zoveel tijd mee kwijt te zijn. Het is gewoon afhankelijk van wat je zoekt, zeg maar, wat je wil. Want veel mensen denken toch van, nou, ik wil wel vrijwilligerswerk doen, maar ik wil niet een halve dag per week daaraan besteden. Nou, dan zijn er ook projecten, bijvoorbeeld Vriendendienst. Dat is een maatjesproject voor mensen met een psychische beperking. Dat is bijvoorbeeld één keer in de twee weken, een uur of twee. Dus er zijn allerlei varianten mogelijk. En dat is wel leuk dat mensen dat weten, dat er voor iedereen wat te vinden is.
Een van die vele vrijwilligers is Peter van Barneveld. Hij werkt bij het Historisch Museum en dankzij de medewerker kwam hij aan dit vrijwilligerswerk. Ik was op zoek eigenlijk naar een zinvolle tijdbesteding, omdat ik geen werk meer heb. En ik zag een vacature, onder andere van het museum hier, op de site van de medewerker. Toevallig. En toen ben ik hierheen gegaan en dat was voor de woensdagmiddag als baliemedewerker. En ondertussen tijd hebben ze me overal voor ingeschakeld. Ik heb geholpen bij de workshops met de scholen. Ik help met het afbreken. Ik val voor diverse mensen in. En zodoende is het onderhand alweer een redelijke tijdsbesteding geworden. Naast dat de medewerker meehelpt in het zoeken van een baan, geeft het ook advies op veel verschillende gebieden. En dat kan soms best handig zijn. Heel vaak zijn ze heel blij met dat advies. Want er zijn zoveel dingen eigenlijk om te weten die ze uit zichzelf moeilijk kunnen vinden. Er zijn allerlei sites, maar het is makkelijker om gewoon hier binnen te stappen bij de vacaturebank om je vraag te stellen of ons op te bellen. Het is zo dat we vrijwilligers op meerdere manieren te weten kunnen komen welke vacatures er allemaal zijn in Ede en omgeving. En de ene manier is via onze website www.demedewerker.nl. En dan kunnen mensen, daar staat naast een heleboel informatie over onze organisatie ook op. Kunnen ze ook doorklikken naar de vacaturebank. En dan kun je via een zoeksysteem kun je vacatures opvragen. En je kan op verschillende manieren kan je ook. Je kan op interessegebied zoeken. Hè. Als je het heel erg leuk vindt om met kinderen te werken, bijvoorbeeld, kan je op die rubriek bijvoorbeeld zoeken. Of als je het heel erg leuk vindt om meer een bestuursfunctie te vullen, kan je ook op zoek gaan naar een passende job. Maar sommige mensen vinden het ook wel prettig om daar wat hulp bij te krijgen. Om samen met iemand eens even te kijken van, nou, wat past er nou eigenlijk bij mij? Wat zijn nou precies de mogelijkheden? Vinden het toch lastig om dat allemaal achter zo'n computer te doen? Dan kun je ook tijdens de openingstijden bij ons binnenwandelen. En dat is op maandag, woensdag en vrijdag. Dus eigenlijk iedere keer een dag overslaan. 'S ochtends tussen 9 en 12 en op maandagavond tussen 7 en 8:30. En dan zijn er altijd vrijwilligers aanwezig om mensen te helpen. De gemeente Ede vindt het ook ontzettend belangrijk dat er hier een klimaat is waarin veel mensen vrijwillig zich inzetten. En zij vragen ons ook om elke 2 jaar een heel groot vrijwilligersfeest te geven voor alle vrijwilligers in Ede. We doen samen met de Rabobank, geven we 1 keer in de 2 jaar een lokaal compliment, delen we uit. Nou, allerlei dingen doen we, extra activiteiten om het vrijwilligerswerk in beeld te krijgen. En ook om te laten zien van hoeveel mensen het doen, wat voor belangrijk werk ook ze doen. Want het is gewoon echt van enorm groot belang dat mensen zich vrijwillig inzetten. Het vrijwilligerswerk heeft 2 kanten. Je wil graag dat het een soort win-win situatie is. Dus aan de ene kant levert het natuurlijk voor iemand anders heel veel op. Want je doet vrijwilligers vaak voor iemand anders of ten behoeve van iemand anders. Dus daar levert het wat voor op. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook heel veel voor jezelf opleveren. Je kunt er zelf ook weer nieuwe energie van krijgen. Je doet nieuwe contacten op. Je doet nieuwe ervaringen op. Je doet nieuwe kennis en vaardigheden op. En ik denk dat dat ook voor je persoonlijke ontwikkeling heel waardevol kan zijn. Daarnaast zie je natuurlijk ook dat mensen die bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld met pensioen zijn, dat die nog een heleboel, die in hun werkervaring heel veel kennis en ervaring hebben opgedaan. En die het heel prettig vinden om dat nog te gebruiken en van nut te laten zijn in de samenleving. Ja, ja. En zelf zijn ze daar altijd heel bescheiden in. Ik doe het gewoon. Vrijwilligers vinden het heel vaak vanzelfsprekend dat ze het doen. Maar denk, nee, onze taak als de medewerker vind ik ook om te laten zien dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat mensen dit doen. En dat het van enorm groot belang is. En dat mogen we ook wel eens zeggen tegen elkaar. En tegen degene die vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligers, wanneer die weg zouden vallen, dan valt de samenleving uit elkaar. Want vrijwilligers zijn het fundament van een sociale samenleving.